Ik ga zo Sarion Kosteren het woord geven van de Universiteit van Wageningen. En die heeft haar presentatie voorbereid met Theo Klaassen van het Wetterskip. En Theo die is zijn stem kwijtgeraakt, maar dat kwam ook heel goed uit, want hij had met Sarion afgesproken dat zij de presentatie zou geven die over de eutrofiëring van het oppervlaktewater gaat en de relatie met de klimaatverandering. Sarion, graag aan jou het woord. Nou, goedemiddag. De bekende dip na de lunch. Vandaar dat we met wat schokkende beelden gaan beginnen, zodat iedereen weer wakker is. Dode vogels. De botulisme. Komt vaker voor, maar let op de datum die erbij staat. Het is in februari. Een botulisme-uitbraak midden van de winter. Getriggerd door een hele zachte winter en een hete zomer die daaraan vooraf is gegaan. Massale vissterfte, nu is dit ver weg. Maar ook in Nederland zou het niet ondenkbaar zijn als het gewoon heel erg warm wordt en onze wateren, eutrofe wateren, zuurstofloos worden. Is het zeker geen ondenkbaar beeld. Nou, wat gaan we doen? Zoals de voorzitter al zei, Theo en ik hebben het samen voorbereid. We hebben een soort 1-2'tje gemaakt van de inzichten uit de wetenschap. En die steeds gecombineerd met wat we al zien in het veld. En dan natuurlijk een sterke inbreng van Friesland, waar Theo werkzaam is. We hebben eerst ook eens een inventarisatie gemaakt van wat wordt er nou eigenlijk al gemeld vanuit het veld. We hebben gekeken naar de aantal publicaties in H2O. Gekeken van nou hoeveel klimaatgerelateerde publicaties zijn er. Daar komen we zo rond de 50 uit, wat wel een sterke stijging is de laatste jaren. En nog geen 20 die over waterkwaliteit gaan. Dus er is nog op zich wel heel wat te doen. En de meeste gaan dan ook nog over directe waarnemingen, zoals temperatuurstijgingen en exoten. Nou, waar gaan we het over hebben in deze presentatie? We willen eerst heel even ingaan op de klimaatinvloed op de waterkwaliteit en overzicht. Dan welke invloeden zien we al, wat is er bekend? En dan de conclusies, ja, wat staat ons te wachten en wat staat ons te doen? We hebben het al gehoord, er zijn verschillende drivers zeg maar, in de klimaatverandering. Temperatuur en neerslag zijn daar zeker de belangrijkste van, maar er spelen ook nog allerlei andere dingen mee, zoals bijvoorbeeld wind en de CO2-concentratie. Die hebben natuurlijk allerlei invloeden op primaire productie, respiratie, maar ook run-off. En dat combineert dan weer met allerlei andere invloeden vanuit het terrestrische milieu. Nou, er staat een heel lijstje van invloeden die we kunnen hebben. Daar hebben we al heel wat van gehoord en wij zullen er ook nog een paar uitlichten. En dan met name kijken we naar de waterkwaliteit. En ook de competitie tussen ondergedoken waterplanten en fytoplankton. Zeg maar die alternatieve evenwichten die al genoemd zijn. Het is niet eenvoudig, want bijvoorbeeld als we kijken naar die ene driver, temperatuur, die heeft al hele complexe effecten op het aquatisch ecosysteem. Zowel fytoplankton als waterplanten gaan vaak beter groeien als je ze apart hebt in een laboratorium als het ietsje warmer wordt. Maar wat gebeurt er nou met die competitie als het wat warmer wordt? Natuurlijk spelen nutriënten daar een belangrijke rol in. En temperatuur heeft ook invloed op die nutriënten. Maar er zijn ook allerlei links via vis, hebben we ook gisteren gehoord, en zo plankton. En dat is er allemaal één. Als we dan naar de neerslag kijken, dan heeft die weer allerlei, soms zelfs tegengestelde invloeden op onze onderdelen van het aquatisch systeem. Dus om het geheel te bestuderen is niet eenvoudig, het is heel complex. Verschillende dus per driver. En dan is er ook nog zo dat die drivers in vele combinaties voorkomen. We hebben hete jaren met veel neerslag, hete jaren met weinig neerslag, warm voorjaar, koud voorjaar, noem maar op. En dat maakt en dan ook nog die terugkoppelingen die in het systeem zitten, maakt het geheel wel lastig. Nou, wat zien we? In het veld hebben we onderverdeeld in een fysisch component, biochemisch en biologisch. En omdat we al heel veel fysische dingen hebben gezien, plaatjes met stijgende temperatuur en dergelijke, dacht ik eerst van nou, we halen hem eruit. Maar toen
sprak nog even met Theo en hij zei, het is toch ook wel leuk dat mensen die het veld in zijn gegaan met hun thermometer of die de databases beheren, echt zien dat we het ook al in het water meten. Het is echt warmer geworden in het oppervlaktewater. En niet alleen in ondiepe meren, maar ook in allerlei andere systemen. Dat was een beetje een zigzag plaatje, maar als je het wat opgeschoond bekijkt, dit zijn data van het Hollands Noorderkwartier, dat heeft Herman van Dam gedaan, zien we ook duidelijk een stijgende trend, waarbij de laatste 20 jaar al meer dan een graad de temperatuur naar boven is gegaan, over het gehele jaar. Nou, dan willen we naar verschillende onderwerpen biochemisch kijken, de verschillende elementen. Zuurstof, fosfor, stikstof en ja, we zouden graag ook nog wat over koolstof en zwavel vertellen, maar het werd allemaal te veel, dus die hebben we nu eventjes niet genoemd, maar daar valt ook allerlei interessants over te vertellen. En we beginnen met zuurstof. Het is een beetje voor de hand liggend, in warm water lost minder zuurstof op. Maar er zijn ook allerlei interessante dingen die gebeuren met de primaire productie en de respiratie als gevolg van klimaatverandering. We hebben sowieso natuurlijk indirecte effecten omdat klimaatverandering invloed heeft op de eutrofiëring, dus op je primaire productie. Maar uit onderzoek van zowel onze groep als ook in het marine milieu, en we zien het ook bij andere aquatische ecologen, is het duidelijk aan het worden dat de primaire productie eigenlijk de respiratie niet bijhoudt als het warmer wordt. Dat is op zich ook wel voor te stellen, beide processen gaan sneller. Maar primaire productie kan bijvoorbeeld op een gegeven moment geremd worden door gebrek aan licht, gebrek aan nutriënten. Die respiratie blijft wel naar boven gaan. En daardoor komt er een soort onbalans in wat de zuurstofconcentratie naar beneden brengt. Dus in combinatie met de slechtere oplosbaarheid krijgen we dus eigenlijk een lagere zuurstofconcentratie in het water. En dat zien we in de verticale profielen en natuurlijk ook in de dag-nacht fluctuaties. Nou, dit is een voorbeeld van de Maas, waarbij hele lage debieten, we nemen even dit stukje eruit van in juli, enorme fluctuaties optreden in zuurstofconcentraties, waarbij temperaturen, hier hebben we temperaturen van boven de 25 graden, en we zien hier die enorme fluctuaties van dus een eutroof bijna stilstaande rivier, waarbij de concentraties 's nachts dalen tot ongeveer 2 milligram per liter. Wat natuurlijk erg slecht is voor de visstand in die rivieren. En heel frappant, dit is weer een plaatje uit Friesland. Zien we dat het belang van zowel temperatuur als die primaire productie weer terugkomt. Want in de ondiepe meren zagen we in 2003, was een hele hete zomer, dat concentraties iets van 10% lager waren dan in die iets koudere zomers. Wat een indicatie zou kunnen zijn of een gevolg zou kunnen zijn van die slechtere oplosbaarheid en die onevenredige productie en respiratie. Maar in de sloten, waar juist heel veel vegetatie zat en waar ze het natuurlijk overdag gemeten hebben, zien we juist dat de zuurstofconcentratie overdag enorm is toegenomen. Dat is aan de oppervlakte, want we meten meestal aan de oppervlakte. Maar wat gebeurt er nou op de bodem van die wateren? Martin Scheffer heeft het gisteren al wat geïntroduceerd. We hebben een groot project uitgevoerd, het SALGA-project in Zuid-Amerika, waarbij we meren van Brazilië tot aan Zuid-Argentinië hebben monsterd. Alleen daar zou ik al meer dan een uur over kunnen praten natuurlijk, al de dingen die we daar hebben meegemaakt. Maar daar hebben we ook de zuurstofconcentraties gemeten net boven het sediment. Midden op de dag. En dit zijn de temperaturen in deze meren, ook bij de bodem gemeten. En dit zijn de bodemconcentraties. Ik heb hier alleen de meren meegenomen die eutroof zijn. Want bij oligotrofe meren kan je ook makkelijk nog hoge zuurstofconcentraties vinden bij de bodem. Maar die eutrofe is natuurlijk niet het geval. En dan zien we dat eigenlijk de meeste bodems al bijna anoxisch zijn als we naar hoge temperaturen gaan kijken. Dus dat zou natuurlijk ook, en als ik even denk aan het verhaal van daarnet over de gegraven petgaten, waar nu het fosfaat nog in de bodem ligt, is het maar de vraag als het echt warmer wordt en daar ook anoxisch wordt door die hogere temperatuur, wat er mogelijk dan gebeurt.
Dit gebeurt er over de verticaal. Er zijn al een paar interessante dingen over op te merken. We hebben hier 4 meren, 2 koude meren. En 2 warme meren, waarbij die gevulde figuurtjes eutrofe meren zijn en die witte figuurtjes oligotrofe meren. Die dus op verschillende plekken in die gradiënt zijn gemeten. En wat zien we? Over het algemeen zijn de oligotrofe meren net ietsje warmer dan de eutrofe meren iets warmer dan de oligotrofe meren in hetzelfde gebied. Dat is logisch, want ze zijn donker, dus ze absorberen meer licht en warmte. Voornamelijk in de bovenste laag. En dat zien we hier, het verschil tussen die 2 meren. En ze zijn dus ietsje warmer aan de bovenkant. En wat heeft dat gevolg voor de zuurstof? Concentratie die neemt enorm af. Ook al is het temperatuurverschil in die eutrofe meren, in die warme eutrofe meren, gering. Er treedt toch al stratificatie op. En dat heeft alles te maken met de niet-lineaire verband van de dichtheid van water en temperatuur. Als warm water een klein beetje van temperatuur verschilt, zijn de dichtheden al een stuk groter dan bij koud water. En dat is genoeg om dus thermische stratificatie op te laten lopen. En dat gebeurt dus in subtropische meren, maar ook kan in onze regionen in mijn warme zomers ook al optreden. Dat je een dagelijkse stratificatie krijgt overdag en 's nachts wordt die weer afgebroken. En dat kan dus tot een zeer laag zuurstofgehalte overdag leiden, ook in de meren, die dan overdag als het weer mengt vrij kunnen komen. Of als er fosfaat uitkomt, waar ik dus nu over ga hebben. Nou, fosforbelasting is bekend. Ik heb interne eutrofiering en externe. Dit plaatje is gisteren ook al de revue gepasseerd in het praatje van Erik Jeppesen. Dit is de fosfaat release uit het sediment bij verschillende temperaturen. De lichte kolommen zijn de warme temperaturen. En we zien dus duidelijk dat die enorm toeneemt, die fosfaat toelevering. Nou is dit in Denemarken, maar in Nederland is het jaren geleden ook al onderzocht door Paul Boers, die ook bij verschillende temperaturen heeft gekeken wat de fosfaat nalevering was. En het is natuurlijk duidelijk dat het ook heel sterk afhangt van de nutriëntenrijkheid van het sediment. En in dit geval, dit is bij Loosdrecht, hangt ook heel erg af van de wegzijging. De eenheden op de assen zijn wat verschillend, maar een groot gedeelte van wat in Loosdrecht gemeten werd aan P-release is zeg maar, zijgt direct weer weg de bodem in vanwege de hydrologie. Maar over het algemeen kunnen we zeggen dat de interne fosfaatbelasting sterk beïnvloed wordt door de temperatuur. De externe belasting ligt dat iets anders. Dit plaatje geeft aan hoeveel fosfor er uit een stroomgebied het water ingaat. En dan zien we dus over verschillende maanden van het jaar dat bij verschillende klimaatscenario's. Dit is een klimaatscenario het wordt A2 scenario van IPCC genoemd, waarbij het meer gaat regenen. In een grote gedeelte van het jaar en de zomer of de nazomer iets droger wordt. En dan zien we ook dat sterk de fosforbelasting in die meer regenachtige maanden toe gaat nemen. Dus voor de interne belasting is voornamelijk de temperatuur en voor de externe belasting is heel sterk het neerslagregime van belang. Wat het uiteindelijk doet voor je concentratie hangt natuurlijk ook af van de verblijftijd in je meer. Desalniettemin, ook al komt het fosfaat erin en stroomt het relatief snel weer uit, heb je natuurlijk mogelijk wel accumulatie in je sediment, wat er dan in warme periode, anoxische periode, weer uit zou kunnen komen. Nou, wat zien we in Friesland? We zien daar inderdaad dat in regenachtige perioden, deze blauwe lijn is 2004, had een hele natte zomer. Zien we dat enorme toename is van totaal fosfaat in de beken. In de meren is het echter nog niet direct teruggevonden. Dus dat klopt wel met die redenatie die we eerder volgden.
Nou, voor stikstof zit het iets anders en dat komt waarschijnlijk, weet iedereen dat wel, doordat er hier ook een extra component aan zit, de denitrificatie. Er is relatief minder onderzoek aan gedaan naar stikstofvrachten, maar er is deze bekende publicatie van Chang of Chang, ik weet niet hoe je het uitspreekt, die in de Verenigde Staten onderzoek heeft gedaan naar stikstofvrachten. En die heeft die gecorreleerd met de hoeveelheid neerslag. En hij zag dat, niet verbazingwekkend, er een grote correlatie is tussen de neerslag en de stikstofbelasting. Maar wat hij ook onderzocht heeft, is hoe dat veranderde per seizoen. En wat hij vond, dat is die groene lijn, die heb ik er zelf doorgetrokken, dus dat is geen statistische regressielijn. Is dat in het voorjaar de belasting met stikstof veel sneller toeneemt met neerslag dan in de zomer. En hij beredeneert dat komt omdat je in het voorjaar veel bemesting hebt en nog veel of relatief veel onbegroeide grond, waardoor die runoff heel makkelijk het stikstof mee kan nemen, de beken en de rivieren in. Dus ook voor de stikstofvrachten geldt dat die enorm sterk gecorreleerd zijn met het neerslagoverschot. Dan gaan we naar de denitrificatie. Dan heeft u deze misschien al gezien van de poster die ophangt van Annelies Verhaert. Die zit daar, die werkt ook bij ons in de groep en die heeft onderzoek gedaan samen met Jeroen de Klein naar de invloed van temperatuur op denitrificatiesnelheden. En daar komen toch al verrassend sterke invloeden in naar voren. Ze hebben in verschillende sloten, hier zie je ze aan de slag met bepaalde kamers die je in de sloot zet, hebben ze gemeten wat de snelheid van de denitrificatie was. En dat op verschillende plekken bij verschillende temperaturen. En daar een Arrhenius-functie opgeplot. En dan zie je eigenlijk dat bij 1 graad temperatuurverhoging er 28% meer denitrificatie optreedt. Dat zijn natuurlijk enorme hoeveelheden. We vinden dus een enorm sterke temperatuurafhankelijkheid. Dat komt misschien ook wel terug in onze Friese data, want als we kijken naar de laagveensloten, zien we in de zomer van 2003, wat een hele hete zomer was, al 50% lagere stikstofgehaltes terug dan in die iets koelere jaren. In de herfst van 2000, wat een heel natte herfst was, zien we juist weer dat die stikstofconcentraties toenemen, wat weer correleert met die hoge neerslag en run-off mogelijk van stikstof. Ja, mogelijk treedt er veel denitrificatie op, maar in de ondiepe meren zien we zomers nog geen verschil, ook niet in die hete zomer van 2003. Dus er zijn toch ook nog mogelijk andere processen die van invloed zijn. Ik wil het even resumeren aan de hand van dit schemaatje. Wat we dus gezien hebben is, als de temperatuur toeneemt, het metabolisme toeneemt, dus zowel de respiratie als de primaire productie. Wat samen met de geringere oplosbaarheid, dus lagere zuurstofconcentraties tot gevolg heeft. En door die snellere afbraak ook hogere C-concentraties. Door die lagere zuurstofconcentraties hebben we meer fosfornalevering, wat een toename van fosfor tot gevolg zou kunnen hebben. Maar door die decompositie komt natuurlijk ook zowel P als N vrij, waardoor we eigenlijk een temperatuurgetriggerde eutrofiëring hebben. Ja, dan hebben we ook nog een toename van denitrificatie. Dus qua N heb je zowel een toename omdat je omzetting toeneemt, maar ook weer een afname omdat je denitrificatie toeneemt. Dus wat er per saldo optreedt, dat hangt toch heel erg af van lokale omstandigheden. Als we hebben gekeken naar onze verticale of onze latitudinale gradiënt in Zuid-Amerika. Eigenlijk met het idee dat denitrificatie toe zou nemen als het warmer zou worden. Dus we verwachten eigenlijk meer stikstoflimitatie in warmere meren. Dat hebben we na heel veel zoeken eigenlijk niet teruggevonden. Het zijn nog altijd meer de karakteristieken van het stroomgebied
En de lozingen die eventueel op de meren plaatsvinden, die nog bepalen of N of P limiterend is en niet zozeer het klimaat. Dan kom ik nu toch eigenlijk, om nu het hebben over limiterende nutriënten, meer op de biologische tak van sport. We hebben daarnet in het praatje van Lisette al het een en ander over fytoplankton gehoord. We wilden dat nog aanvullen met wat voorbeelden die we in Nederland al zien. Dit prachtige plaatje is gemaakt door de heer Waring. Die zit hier ook in de zaal. Ik zag, daar zit hij. Er zit heel veel in één plaatje samengevoegd. Samen met Herman van Dam, moet ik verder zeggen, en de mensen van Friesland. Hier komen de 6 weken die waar Bas het vanmorgen zo stellig over had. De 6 weken lange groeiseizoen van fytoplankton in terug. Nou, wat zien we hier allemaal? We zien eigenlijk dat in de loop van de jaren, dat zijn die gekleurde vlakken, de hoeveelheid chlorofiel is afgenomen. Dus dat is een oligotrofiëring trend die we zien. Maar verder zien we nog dat de pieken, zowel de voorjaarspiek als de najaarspiek, verschoven zijn over het jaar. Die gele lijn, gele stippen, dat zijn de voorjaarspieken, die zijn dus naar voren geschoven, iets van 3 weken ongeveer. Terwijl de najaarspiek, die grotendeels veroorzaakt wordt door Planktotrix agardi, naar later in het seizoen is verschoven, waardoor we dus een langere bloeiperiode krijgen. Dus samengevat is het eigenlijk, er zijn minder algen gekomen, maar de klimaatverandering lijkt wel, of de bloei uitgespreid is. Die hogere pieken zien we ook nog. Hier herkent nog iemand zijn plaatje waarschijnlijk. Zien we ook terug. Niet alleen in ondiepe meren, maar ook in de rivieren. Waarbij lage afvoer, kunnen we dan nog spreken van rivieren. Eigenlijk zijn het meer stilstaande wateren geworden. Waar hoge chlorofielpieken ook geen uitzondering meer zijn. Er worden zelfs pieken tot 140 microgram per liter en misschien wel chlorofiel A en misschien nog wel hoger gevonden. En dit speelt eigenlijk zowel in de Maas als in de Rijn, maar in de Rijn speelt het iets minder omdat we daar nog een soort basisafvoer hebben van smeltwater. Maar in de Maas kan het dus enorme bloei optreden die dus gepaard gaan met lage afvoeren, met name in de zomer. Nou, dit plaatje dat hebben we misschien ook al gezien. We hebben niet alleen een verandering van het groeiseizoen, een verandering van de pieken, maar ook een verandering in de samenstelling van het fytoplankton. En hij is nu een beetje, het beeld is wat uitgerokken, want anders lijkt de piek nog, de toename nog hoger. Maar wat zien we hier eigenlijk is dat bij het toename van de temperatuur op de x-as ook het aantal, het aandeel van cyanobacteriën in de waterkolom toeneemt. Nou, we hebben hier beschaduwing op de i-as staan, maar het zou bijvoorbeeld ook N of P kunnen zijn, wat natuurlijk sterk correleert, maar we hebben voor beschaduwing gekozen omdat dat ook een beetje het mechanisme aangeeft waardoor die cyanobacteriën zo profiteren van hogere nutriëntenconcentraties. Cyanobacteriën die doen het gewoon goed onder beschaduwde omstandigheden. Waarbij ik niet wil zeggen dat ze het niet goed doen als het niet beschaduwd is, want ze doen het gewoon vaak goed. Maar dit plaatje is wel heel illustratief voor wat er gebeurt. Het is dus een interactie van eutrofiëring en temperatuursverhoging. En dit houdt dus ook in dat als we cyanobacteriën willen bestrijden, we als het warmer wordt, verder terug zullen we moeten gaan met onze nutriëntenbelasting. Omdat we anders toch, die dominantie zullen blijven houden. Nou, dan hebben we nog invasieve soorten. Michael heeft er al over gehad. De Cylindrospermopsis raciborski. Hij is al verschillende keren waargenomen in Nederland. En misschien zit hij nog wel veel wijdverspreider. En is het de vraag hoe vaak hij wordt herkend. Maar het is dus een van de vele invasieve soorten die we
die we mogelijk kunnen verwachten. Samengevat vinden we dus eigenlijk een langer groeiseizoen en ook die verschillende timing en bijvoorbeeld een mogelijke mismatch met de zooplankton. We vinden hogere pieken en dan heb ik het met name over, de rivieren bij lage afvoer. Als gevolg van klimaatverandering. Als we in onze meren kijken vinden we dat niet terug omdat we die tegengaande trend ook hebben met die oligotrofiering die door al onze mooie datasets heen sjeest, die we er dan statistisch weer moeten proberen uit te filteren. En we vinden een verandering van de soortensamenstelling. Dan nog even de waterplanten. Er valt ook heel veel te vertellen over de invloed van klimaat op de waterplanten. Een van de aanwijzingen die we hebben, dat is door Herman van Dam uitgezocht, ook weer in, met data van Hollands Noorderkwartier, is dat het lijkt alsof het soortenaantal terugloopt. Dus we zouden een meer monotome vegetatie krijgen als het... als het warmer wordt. En dan hebben we nog de vraag van krijgen we nou meer drijvende planten. Martin Scheffer heeft gisteren ook al even kort aangestipt dat als het warmer wordt er mogelijk meer dominantie zal optreden van drijvende planten. Uit deze grafiek komt dat nog niet zo naar voren. Het aantal bedekkingspercentage met drijvende planten lijkt zelfs afgenomen te zijn in de loop van de tijd. Maar ook hier speelt mogelijk oligotrofiering ook weer een rol. Want drijvende waterplanten hebben natuurlijk wel graag eutrofe wateren. En daarom is het leuk dat Jordi Nette... Oh, ik heb hier nog even een fotootje tussen gevoegd. Hoe lastig drijvende planten wel niet zijn. Niet alleen voor het ecosysteem, maar ook om te gaan bemonsteren. Dit is een Salvinia en het is echt zo'n dikke laag waar je doorheen moet met je bootje als je naar het oppervlakte, het open water wil. En wat hier ook wel heel interessant aan was, is dat dit is een meer, dus niet eens heel klein, het is van 30 tot 50 hectare groot, is dat deze... deze mat, zeg maar, door heel het meer zich beweegt, afhankelijk van de windrichting. En daar dan alle vegetatie die daaronder groeit, dood. En dan als een soort killing field van de ene naar de andere plek zich beweegt. Want toen we hier kwamen om te kijken of we überhaupt konden monsteren, lag die Salvinia mooi in een achterhoekje. En konden we er zo in en toen kwamen we terug om echt te bemonsteren. En toen troffen we dit aan. Goed. Jordi Nette, ik noemde het net al eventjes, ze zit daar. Zij heeft ook gekeken naar de invloed van het klimaat op drijvende planten. En zij heeft gekeken hoe de bedekking, gemiddelde bedekking, over 400 tot 4000 punten, allemaal uit de Limno dataset. Dus iedereen bedankt voor het aanleveren van de gegevens. Heeft zich gekeken wat de gemiddelde bedekking met drijvende planten, maar ook alle vegetatie in totaal, doet over een, bij verschillende NAO-index. Nou, ik zal niet nog eens ingaan op wat de NAO-index is, maar hier hebben we de koele en milde natte winters en de strenge winters en de hete zomer aan de andere kant. En wat zien we nou eigenlijk? Dat als het... koele zomers zijn, dan hebben we een hogere bedekking van, drijvende waterplant. En op zich is dat misschien een beetje contra-intuïtief. Maar er is natuurlijk wel weer die, die koude winter en die regenachtige winter aan vooraf gegaan. En dan komen we eigenlijk weer een beetje mogelijk op het verhaal van Botshol terecht. Waarbij natte winters voor veel uitspoeling zorgen. Dus nutriëntrijke omstandigheden waar dan drijvende waterplanten kunnen gaan domineren. Maar Jordi gaat hier nog verder induiken. Dus binnenkort horen we hierover hopelijk meer. Maar de winteromstandigheden lijken vooralsnog een enorm belangrijke rol te spelen op de bedekking met de drijvende plant. Nou, dan nog een rijtje van andere invloeden.
Wat we zien in het buitenland met name, ik heb hier in Nederland niet zo'n overzicht van, maar waarschijnlijk zien we dat hier ook wel, dat er een vervroeging van het groeiseizoen optreedt na warme winters. En hogere temperaturen veranderen ook de lengte van het groeiseizoen. En hier zijn nog wel een paar tegenstrijdige beelden die we zien. Er zijn locaties bijvoorbeeld in Afrika en ook in Zuid-Amerika, waar in warme landen waar de ondergedoken waterplanten enorm lange groeiseizoen hebben. Soms verdwijnen ze niet eens omdat er geen strenge winters optreden. En daar komen ze ook voor samen met enorme algenbloei. Dan is het water heel erg groen en vinden we toch nog waterplanten terug. Maar er zijn ook berichten of studies gedaan die zeggen dat als het warmer wordt, juist je groeicyclus wordt verkort. En daardoor krijgen we dan eerder ondergedoken waterplanten, maar ze verdwijnen ook weer eerder. Waardoor je daarna alsnog een algenbloei zou kunnen krijgen in hetzelfde zomerseizoen. Nou, verder zien we dat er diepere kolonisatie optreedt en een hogere biomassa wordt bereikt naar warme voorjaren. Maar er zijn ook koude voorjaren met juist lage bedekking. En dat zijn ook zijn studies bekend uit Nederland. Waarbij na een koude winter en een koud voorjaar de groei zo laat op gang komt dat ze eigenlijk pas beginnen te groeien op het moment dat het weer al de dagen weer al korter worden. En dus maar een lage bedekking bereikt dat jaar. Nou, dan zijn er de bekende fishkills naar bijvoorbeeld de lange ijsbedekking. Zuurstofloze omstandigheden onder het ijs, de vis die afsterft. Wat gunstig kan zijn als dat zo op planktivore vis was. Want dan kan de Daphnia weer profiteren, die eten de algen weer weg. Waardoor het helder wordt en daar kunnen de macrofieten weer van profiteren. En we kunnen dus mogelijk een afname van de soortenrijkdom verwachten. En dan heb ik de exoten nog niet eens genoemd, omdat daar een aparte presentatie over gaat, maar we willen toch graag deze watergang uit Friesland even laten zien. Want dit is dus al een. Dit is de watergang, zal ik er nog even bij zeggen. Maar die is moeilijk meer te herkennen. Nou, even samengevat is eigenlijk het macrofietenverhaal een moeilijk verhaal. In een warmer klimaat is het eigenlijk moeilijk te voorspellen wat er in ieder geval qua bedekkingspercentages gaat gebeuren met onze ondergedoken waterplanten. Maar het lijkt erop dat kritische belasting, waarbij je eigenlijk een omslag krijgt van dominantie van ondergedoken waterplanten naar een algedomineerd systeem, dat die lager worden. Dat zien we bijvoorbeeld hier in dit plaatje waarbij ik verschillende landen of regio's in de wereld heb met elkaar heb vergeleken. En dan heb gekeken bij welke concentratie je nog 30% bedekking ongeveer kan verwachten. En dan zien we dat we in koude landen zoals Minnesota, waar echt maanden ijs kan liggen, deze kritische grens een stuk hoger ligt dan in warme landen zoals in Florida of in Brazilië of in Uruguay. Er zijn eigenlijk twee dingen die hierin zitten. Dus één, dat is de kritische belasting die lijkt af te nemen als het warmer wordt. Maar ook de voorspelbaarheid van hoeveel ondergedoken waterplanten je aantreft bij een bepaalde nutriëntenconcentratie. Die wordt enorm klein als het warmer wordt. Dus eigenlijk is het ook moeilijker er iets van te zeggen. Nou, dan twee slides over zooplankton en vis. Er is al heel veel over gezegd. Maar ik wil toch nog even ingaan op de rol van zooplankton voor die competitie tussen fytoplankton en ondergedoken waterplanten. Gaan we weer even terug naar de meren die we bemonsterd hebben. Dan hebben we gekeken naar de ratio van zooplankton op fytoplankton. Dus hoe groter die ratio is, dus hoe meer zooplankton je hebt om die algen op te eten. Dat noemen we dan de potentiële begrazingsdruk. En dan zien we eigenlijk in onze koude meren, die dus helemaal in het zuiden liggen, dat die begrazingsdruk veel hoger is dan in de warme meren. Dat komt eigenlijk omdat de taxa vaak kleiner zijn in de warme meren. De grote Daphnia die treffen amper meer aan.
En dan zien we ook nog dat de rol van waterplanten in die koude meren erg groot is. Want deze witte balkjes, dat zijn meren die gedomineerd zijn door ondergedoken waterplanten. En die grijze, die hebben heel weinig waterplanten. Dat in die koude meren en ook nog wel een beetje in het midden, die waterplanten een enorme rol spelen om dus een soort refuge voor die zooplankton te kunnen dienen. Waar ze de vispredatie kunnen ontwijken. Vis hebben we ook al gezien. Voor de mensen die er gisteren niet waren, was een heel inspirerend praatje door Erik Jeppesen over veranderingen in visgemeenschappen. Wat we eigenlijk zien is dat er, als het warmer wordt, je kleinere individuen vindt en kleinere soorten. En dat zijn dus vaker planktivore soorten die zo plankton opeten. Warmtegevoelige soorten, zoals bijvoorbeeld het welbekende voorbeeld van de zalm, die zullen verdwijnen. En naast massale sterfte tijdens de winters, kan er ook massale sterfte tijdens de zomer optreden. En voornamelijk als we hete zomers gecombineerd hebben met hele eutrofische systemen, waar dus 's nachts zuurstofconcentraties drastisch verminderen. Nou, dat is een hele hoop informatie, maar er was ook al heel veel in de vorige praatjes langsgekomen, gelukkig. Dan hebben we nog een overzichtje gemaakt van, nou, wat staat ons te wachten en wat staat ons te doen. We zijn begonnen met die complexe interacties die getriggerd worden door, of die eigenlijk altijd al bestaan, maar die nog eens veranderd worden door zowel temperatuur als neerslag als andere klimaatdrivers. En als ik er dan eventjes de temperatuur uitpak, dan zien we eigenlijk dat de meeste aanwijzingen die we tot nu toe hebben, is dat de nutriëntenconcentraties, de nutriëntenvrachten in het oppervlaktewater grotendeels toe zullen nemen. En verder spelen er nog allerlei feedbacks, terugkoppelingen, die fytoplankton bevoordelen ten opzichte van de waterplanten. Dus eigenlijk verwachten wij dat als je niks doet, je een verschuiving krijgt naar fytoplankton gedomineerde systemen, waarbij dan vaak ook nog eens blauwalg domineert. Nou, het is al eerder genoemd, wat verwachten we dus eigenlijk? De versterking van de eutrofiering symptomen. En wat ons te doen staat, is dus eigenlijk een verdere reductie van de externe nutriënten. Belasting, waarbij we zeker de interne fosfaatbelasting niet moeten vergeten, want we hebben nu al jaren sedimenten opgebouwd. En als het straks opeens warmer wordt, kan er mogelijk weer meer pH-systeem in komen. Als we niks doen, verwachten we dus eigenlijk een afname van de stabiele submerse vegetatie. Nou ja, wat staat ons te doen? Dit is vast bekend, er zijn allerlei fysisch, chemische en biologische kwaliteiteisen gesteld aan ons oppervlaktewater in het kader van de kaderrichtlijn water. En ja, wat we gehoord hebben al in dit praatje, maar ook in alle andere praatjes die al geweest zijn, is dat er eigenlijk klimaatsinvloed is op al deze kwaliteitselementen. En misschien zien we dit ook wel terug in het veld. Dit is weer een plaatje van Friesland, waarbij we zowel de fosfaatconcentratie als de chlorofielconcentratie zien. De fosfaatconcentraties die dalen netjes, of ze stabiliseren in ieder geval. Maar wat zien we? Het chlorofiel die doet niet mee. Dus het lijkt, of, ook al zetten we ons in op die abiotische factoren, de biotiek die... Die laat het nog afweten. Dus mogelijk zijn hier ook extra inspanningen nodig. Dan moeten we de maatlatten en de referenties aanpassen. Bijvoorbeeld die deelmaatlat bloeien in meren. Nou, Michael noemde de kwalificatie van Boronginiaal, die hier als redelijk uit de bus komt, maar waar je vraagtekens bij kan zetten. Cylindros permopsis raciborski, waar is die? Wat moeten we daarmee in die deelmaatlat? Als we kijken naar bijvoorbeeld de deelmaatlat
een maatlat over chlorofiel. Wat gaat er met onze... Die zijn gebaseerd op een chlorofiel-TP-relaties. Wat gaat daarmee gebeuren als het warmer wordt? Misschien moeten we die ook aanpassen. Ja, is er dan toch nog een lichtpuntje? Nou ja, dat, misschien wel. Waar het, de aanwijzingen uit het veld en het onderzoek dat tot nu toe gedaan is op wijst, is toch eigenlijk dat klimaateffect eutrofiëring versterken. Klimaat veroorzaakt zelf ook eutrofiëring. En dit heeft ook wel zo zijn voordelen, want al sinds de jaren 70 doen we hier onderzoek naar. We weten wat we eraan kunnen doen. We zijn er in ieder geval goed mee op weg. En de maatregelen die we dus uitvoeren in het kader van eutrofieringsbestrijding, maar ook mogelijk voor de klimaatbestrijding, zijn dus eigenlijk snijdt het mes aan twee kanten. Je kunt het als anti-eutrofiering, maar ook als klimaatmaatregel inzetten. En dat werkt natuurlijk extra motiverend als je ermee aan de slag moet, maar verkoopt het misschien ook goed richting besturen die overgehaald moeten worden om aan de slag te gaan. En dit was het. Dankjewel, Sarian. Ik werd net ingefluisterd dat begin april je hier ook op gaat promoveren. Dus, ja, klopt. Wat dat betreft, het was in ieder geval een indrukwekkend en heel duidelijk verhaal. Dus dat belooft wat voor de promotie. Wie heeft er eventueel vragen aan Sarian over dit onderwerp? Het was duidelijk. Ja, is voldoende. Sarian, ontzettend dank. En Theo Klaas ook voor de voorbereiding.